Ik ben al gewoon verliefd op mijn huis. En wat we hier hebben gemaakt is een appartementencomplex, een nieuw appartementencomplex in de voormalige Christus Koninkerk. En we staan nu in de ruimte waar vroeger het altaar was. Het was vroeger, hij is er nog steeds. Nou, waar we nu zijn is de centrale entree van het appartementencomplex. En de wand die je aan de rechterzijde ziet, daar beginnen de appartementen. Hi! Welkom, welkom bij je appartement. Leuk je te zien. Dankjewel. Eindelijk is het zover. Eindelijk is het zover. Ik ben sowieso verliefd hierop. Dus ja. Heel mijn inrichting wordt echt gewoon letterlijk rondom dit. Ik wou dit huis heel graag, omdat ja, het is gewoon iets aparts. Het is iets met karakter. Ja, alles heeft gewoon een soort van historie. Het object is een gemeentelijk monument. Het is in 2010 een gemeentelijk monument geworden. En dat betekent dat je heel erg gebonden bent aan bepaalde regels. Wat je wel mag doen en wat je niet mag doen. Dus wij mochten bijvoorbeeld op de begane grond, de gevel, daar mochten wij niets aan wijzigen. Daar mochten we geen extra openingen maken. Alle bogen die je ziet, al het metselwerk, al het hout, dat zijn unieke elementen. En daar moet heel veel detailwerk en alles specifiek op maat gemaakt worden. Maar ja, dit is absoluut mijn favoriete element ooit. Is dat nieuw voor je? Ja, dat is nieuw voor mij. En dat ik gaat schelen. Dat gaat heel veel ruzie schelen. Ja, ruzie ook. Zoeken voor een geschikte woning was zeker heel vermoeiend. Tientallen huizen gebeld en gezegd van, kunnen we even gaan kijken? En het antwoord was altijd, oh, het is al verhuurd. We hebben geen huizen meer. En hoe heb je dan toch dit weten te bemachtigen? Een beetje gestalkt. totdat we zeiden, ja, hier is het huis. Dit komt misschien ook wel wat ruzies met je vriend. Nee, precies, dat heb ik heel duidelijk gemaakt. Van, we hebben een dubbel vanity nodig, want... Dat is jouw rommel, dit is mijn rommel. Nou, voor ons als Rotterdamse partij is het heel bijzonder om hier te staan. Je bent lang met de plannen bezig. We hebben sinds 2013 zijn we in gesprek geweest met Prochie om de kerk aan te kopen. Ja, we hebben redelijk veel projecten in Rotterdam getransformeerd, oude kantoorgebouwen, et cetera. Maar persoonlijk geeft dit misschien net iets meer voldoening dat je... Ja, de uniekheid van zo'n gebouw, bijzondere elementen ziet. Leuk eigenlijk om dat weer een soort van terug te geven aan Rotterdam en aan de buurt.